Ja, die kringen zijn fucking handig. Ja. Nee, kijk, ik heb er ook twee. Maar die deze... Oeh, nice. Oh, voor mij zie ik hier echt nes. Zie je wat? Ignis, de vuursoort. De vuurmeester. Dat mooi tankkracht gebruikt, ik weet al die dingen. Je hebt 6 basiselementen. Oké. Je hebt vuur, water, aarde, darkness. Je hebt de standaard 4 avatar elementen. Om het even op die manier te zeggen. En je hebt dan ook nog... Void of zo, voor mij. Nee, niet Void. Je hebt basically ook nog een soort licht en duisternis. Dat zijn een beetje de 6 elementen waarmee je zit. En die gebruik je dus om andere dingen ook nog mee te creëren. Oké. Cool. Even kijken, welke versie van Farmcraft gebruikt dit? Degene met de Prometheuscraft upgrade. Holy fucking shit. De wat? Oké, nee, ik zie het al. Dit is 4.1, heb ik me over gezegd van Farmcraft. Dus holy fucking shit, dat is precies de juiste versie. Oké. Okay. En dat meen ik serieus. Dat is gewoon... Het is goed dat het deze versie is. 4.0 was een hel. Hallo, voor mij was 4.0 of 4.1 onder andere ook op de vorige. Op 1.6. Maar als je wil, kan ik Farmcraft gaan doen deze serie. Ja, is goed. Eerst maar even een eerste basis opbouwen en zo natuurlijk. Ja, ik ga sowieso. Ik ga heel erg veel in dit forest kunnen doen. Ik ga ook van een kleine, denk ik, een soort cave nodig hebben ervoor. Want ik wil geen flux in deze wereld gooien. Want dat kan actueel onze hele biome veranderen. Oeh. En dat willen we niet. Nee. Dus als we gewoon flux kunnen containen en dat als we dat in een soort cave kunnen doen, dan kan ik er ook voor zorgen dat het niet ergens naartoe stroomt. Zodat het niet de biome kapot maakt. Oké. Okay. Dus ik heb gehoord dat dat kan doen. Ik weet het niet zeker. Oeh. Nou, wat ik dus actueel nodig heb, is letterlijk 2 iron bars. Dat is alleen dan het begin. Voor de rest, boekenkast. Als wij een boekenkast hebben, dan kunnen we... Dan kan ik mijn fan met mijn kant maken. En dan is mijn magie echt onderweg. Maar goed, jij gaat ook bouwen waarschijnlijk? Ja. Oké. Okay. Dan zet je tinker spullen. Oh ja, kan ook. Hard builder, zo. Oh shit, 3. We hebben 4 van die bomen. Ik ga een beetje rondlopen in Magical Forest. Kijken of ik nog iets belangrijks kan zien. Ja, is goed. Natuurlijk, je weet, hè, die beans willen we hebben. We willen alles hebben. Ja, maar die beans zijn hartstikke handig voor mij om bij Farmcraft. Dus het is niet echt om mee te kickstarten, maar ik weet dat je het dat je middenin dat kringen hartstikke goed kan gebruiken. Oké. Okay. Nou, iets wat ik misschien ook wil gaan doen is actual bees. Ja. Yeah. Ja, dat lijkt me ook wel een mooie. We gaan gewoon alles doen. Ja? Alles doen. Ja, nou bijna alles. Hey, alles. Oké, alles. Dus uiteindelijk hebben we fucking Die of 20, 1.7.10 modpack, aflevering 1000. We hebben nog steeds niet alles. Rip. Voor mij zijn dit nog wat airbeans. Iedere fucking keer. Ik ben zo gewend dat je dirt gewoon kapot kan maken met je hand. Fuck off. Maar het is zo fucking vet als je soms ook gewoon daardoor de dirt niet eens krijgt.
Oh. Dit is toch bullshit? Je krijgt soms gewoon de deur niet, terwijl je het wel op... tegen gevecht. Ja, dat is wel vervelend. Nou maak ik het dirt dood. Oh, dit is actueel iets dat ik niet had verwacht. Wat? Ik heb net zo'n Kindrel dingetje vermoord. En hij heeft actueel een klei gedropt. Oeh. En ik heb ook nog ander soort rubberwood gevonden. Nice. Een ander soort rubberwood dat er actueel in zit is in District Craft 2. Oké, immersive engineering zit hier niet in. Dat betekent dat wij geen makkelijke manier hebben om het stroom met elkaar te connecten. Dus wij kunnen geen RF gebruiken in plaats van IC2 stroom en geen IC2 stroom in plaats van RF. Oké. Okay. Immersive engineering heeft dan die speciale dingen die je allebei accepteren en die dus ook allebei afgeven. Amateur. Het is extreem jammer dat er niet in zit. Dan hadden we zelfs met Industrial Craft 2 qua stroom van alles kunnen doen. Nee, het is op zich wel handig als je nog maar 10% over hebt. Dan weet ik in ieder geval van, hey, hij moet aan de lading. Oh. Dankjewel, iPad. Nou, ze kunnen best wel handig zijn, die kringen. Plus, ik prefer een iPad over een tablet. Aangezien ik totaal niet met het interface van Android kan omgaan. iPad is een tablet. Ja, maar ik bedoel tablet als in Android. Zo, ik ga even een tunnel naar niveau 30. Oké. Dit is een beetje het einde van de Magical Forest, dus dat is een beetje pijnlijk, maar oké. Okay. Zo'n Magical Forest, hij is misschien niet zo groot, maar we kunnen er best wel wat mee. Ik heb weer beats gespot. Dit is Ignis, heb ik me ook gezegd ook. Ja, Ignis. Nou, ik heb alleen geen idee hoe we ooit gaan autocraften met dinges. Farmcraft. Autocraften met farmcraft, dat weet ik niet. Okay. Ik weet hoe je het kan doen als je dingen met die spullen van die Applied Energistics interfaces. Ja. Ik weet dat dat kan en dat je daar natuurlijk ook een blank plate in kan doen, zo'n blank dingen. Maar ik weet niet voor hoe ver dat werkt. Ik weet niet actueel of dat contact maakt met Applied Energistics. Of ja. Met Farmcraft bedoel ik. Ik heb net actueel de Ordo Mana Beans gevonden. Ordo is een beetje dan. Ordo is een beetje de white side. Zoals ik net al uit had gelegd, er waren ongeveer 6 van die starterselementen en Ordo is 1 van de 6 en dat is dan de lichte. Het geel is R, groen is hoe heet het spel nou weer? Hoe noemen ze dat hier dan? Earth heet het, voor mij heet het ook gewoon Earth. Trouwens, ik hoop ook dat je shards kan vinden onder de grond. Tuurlijk kan je shards vinden onder de grond. Daarom hoop ik ook dat je ze actueel in deze ronde gaat vinden. Dat is nog de vraag, ja. Want die in deze run vinden is een. Het zal direct ook een hele handige zijn.
Want ik weet dat een van mijn eerste volgende approaches achter de, als je de vandaan op mijn kan hebt. Wat ga je dan nodig hebben? Ja, heel simpel. Je gaat iets nodig hebben, maar je heel makkelijk alles kan scannen, want dat is de stap daarna. Oh god. Die is lekker dood. Ik heb een vampier vermoord. Plus ik heb het de dag gemaakt. Oh, ik heb... Hugo. Ja? Ik heb actueel nu een gold ingot gekregen. Kijk, als twee creepers net achter elkaar weten af te maken. Nou. Maar hier in de tunnel, daar zit ook zo'n beest in. Dus wat zeggen we dan? Een rip? Nee. Eat shit! Eat shit! Zo, die is dood. Ah! Oh. Beest. Dat is nog maar 2 HP. Nou, we zijn iets kleins kwijt. Echt? Ja, de creeper vond het niet leuk dat ik, dat ik bij de chesten was. De chesten zelf zijn niet kapot. We zijn alleen een van de 3 tinkers dingen kwijt, maar die ga ik even direct maken. Wat? Ik ga hem toch opnieuw maken? Oh. Wacht, onze crafting table zelf is ook weg. Ik repareer het al. Ja, nog. Dus ik heb in één keer hartstikke veel van die dingen gemaakt. Hartstikke veel van die patterns. Dat is mooi. Toch kan ik er tenminste eentje uithalen om dat ding mee te kunnen repareren. Of opnieuw te kunnen maken. Ik heb bijna wat ik nodig heb. Holy shit, ik heb bijna wat ik nodig heb. Wat heb je nodig? En je gaat zo meteen wel zien in mijn hand. Oh, er zit hier ook al zilver. En niveau 26 hier natuurlijk. Van mijn tunnel ben ik te diep. Maar we wachten alweer geen chest space meer. Dus ik maak toch gewoon een double chest. Zo. Ja. Oké, waar ben jij naar beneden gegaan? Chesten?
Ah, hier. La 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 la. Hugo. Ja, hoor je. Kijk eens in mijn hand. Ja, wat dat is? Toverstok. Een deel? Een toverstok. Nee. Ja. Toen ik toverstok ga ook nodig hebben. Dave's chest is het minst leeg. Of het minst vol bedoel ik.